Oh, het is maar een klein schermetje. Dat had ook dramatisch kunnen aflopen. Dus een keer vallen met skaten is niet zo erg. Tenzij je je nek of ruggengraat breekt, want dan kan je voor altijd verlamd geraken. Dit is Tim van Ganzenwinkel. Tim is biomedicus aan de Universiteit Hasselt en onderzoekt daar hoe zenuwen werken en genezen. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en krijgen hier zo meteen een antwoord op de vraag: waarom blijf je voor altijd verlamd als je je nek breekt? Dat antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat in onze nek en rug de belangrijkste toegangsweg zit voor zenuwen naar onze hersenen. Als die zwaar beschadigd is, dan heb je een serieus probleem. Ons zenuwstelsel bestaat enerzijds uit het centrale zenuwstelsel. Dat is in de hersenen die beschermd worden door de schedel. En het ruggenmerg die beschermd wordt door onze wervelkolom. En dan hebben we nog het perifere zenuwstelsel die eigenlijk in de rest van ons lichaam loopt. In onze armen, tot in onze vingers. Maar ook in onze benen, tot aan onze kleinste teen. En die zenuwen, die dus overal in je lichaam zitten, dat ruggenmerg en de hersenen, die werken heel nauw samen. En stel nu dat ik bij het skaten mijn hand pijn doe, ja, wat gebeurt er dan juist? Lokaal worden er pijnsignalen geactiveerd, dus sensoren in je hand of in je pols worden geactiveerd door de val. En die signalen, die elektrische prikkels, die worden via het perifere zenuwstelsel die in je arm loopt, getransporteerd naar het ruggenmerg, die dan de pijnprikkels zendt naar de hersenen, waar je eigenlijk een perceptie of ervaring krijgt van die pijnsignaal. En zodra de pijnprikkel in je hersenen toekomt, zal je dus pijn voelen. Maar het is tweerichtingsverkeer op die zenuwbanen. Er vertrekken ook signalen vanuit de hersenen. Waardoor je arm kunt bewegen. Of bijvoorbeeld dat je je benen kunt gaan bewegen en ons toelaat om te gaan stappen. Zenuwcellen vormen samen zenuwen en zenuwbanen. Maar wat is dat eigenlijk, een zenuwcel? Een zenuwcel bestaat uit een groot cellichaam. Het is meestal roos tot grijs van kleur. En die hebben een vrij groot cellichaam die heel veel vertakkingen heeft. En in het cellichaam hebben we een celkern waarin het DNA-materiaal van de cel zit. En die vertakkingen noemen we dendrieten. Dat is eigenlijk waar de zenuwcel signalen krijgt vanuit zijn omgeving. Dat kunnen andere zenuwcellen zijn meestal. En hoe gaat de zenuwcel nu elektrische signalen prikkelgeleidingen doorgeven? Lange afstanden. Dat gebeurt via axonen. Die heel lange afstanden kan afleggen en die zijn prikkels kan doorgeven van de ene cel naar de andere cel of van een zenuwcel naar een spiercel. Rond die uitlopers zit een stof, wat we myeline noemen. Dit is een vetachtige stof die wit van kleur is en die zorgt er eigenlijk voor dat de elektrische prikkels veel sneller gaan verlopen. Een zenuwbaan wordt trouwens dikwijls vergeleken met een elektrische kabel. Elektrische kabels moeten ook elektriciteit, prikkels gaan geleiden. Je ziet ook dat we hier verschillende kleuren van elektrische kabels hebben. En dat is eigenlijk ook iets wat we zien in het lichaam. Dus niet alle axonen of elektrische kabels die in zo'n bundel zitten, zien er hetzelfde uit. We hebben verschillen in grootte, in diameter, maar ook in hoe sterk ze omgeven zijn door die isolatielaag. Die witte, vettige stof, die we myeline noemen, die is eigenlijk essentieel voor het normaal functioneren van ons lichaam. Die isolatielaag zorgt er eigenlijk voor dat onze prikkelgeleiding veel sneller gaat verlopen. Bijvoorbeeld de dikste vezels in ons lichaam, die hebben een snelheid van 430 km per uur. De prikkelgeleiding gaat er tegen 430 km per uur, net door die isolatielaag. En dan heel extreem hebben we ook zenuwvezels die niet gemyeliniseerd zijn en die zijn meestal betrokken bij het transporteren van pijnsignalen. Dus dat gaat veel minder traag. Dus om u een idee te geven, die snelheden is ongeveer 1 meter per seconde, terwijl de hele snelle zitten we aan 120 meter per seconde. Dat die zenuwen razendsnel werken en dat het gaat om elektrische signalen, dat laat Tim zien met dit proefje. Ik ga eerst even de elektrodes op je onderarm plakken. Wat nu gaat gebeuren is, ik ga eigenlijk met mijn spiercontractie en ook de zenuwen die dan geactiveerd worden, ga ik een elektrisch signaal genereren en kan ik dat rechtstreeks naar uw arm overbrengen. Dat is keihard. Ik dacht dat dat zo'n kleine... De signalen van Tim's arm gaan dus over naar mijn arm en zo kan hij mijn zenuwen bedienen. En dus ook supersnel door die myelinelaag rond de zenuwen. Dat is de sterkte van zenuwen, maar ook de zwakte. Want als daar iets mis mee is met die myelinelaag, dan heb je een probleem. In het perifere zenuwstelsel worden die myelineschedels, die isolatielaag, wordt gevormd door schwancellen. Dus hier zien we een celkern bijvoorbeeld.
En zo hebben we heel veel schwancellen achter elkaar liggen die eigenlijk een segment van de axon gaan omgeven, waardoor de impulsgeleiding sneller kan verlopen. Schwancellen komen wel voor in ons perifere zenuwstelsel, maar niet in ons centrale. En daardoor herstellen onze zenuwen daar ook veel moeilijker. Dus die cellen gaan eigenlijk reageren op schade en die gaan delen, die gaan zich vermenigvuldigen. En die gaan eigenlijk een zenuw die terug gaat moeten groeien, die gaan die ondersteunen en die gaan die helpen of die begeleiden die terug tot hun doelwit orgaan. En dat kan bijvoorbeeld een skeletspier zijn. Eens dat gebeurd is en de zenuw terug zijn plek heeft gevonden in het lichaam waar het hoort te zitten, gaan de cellen terug gaan mobiliseren en gaan die zenuwbundels die teruggegroeid zijn, gaan die terug een isolatielaag gaan krijgen. En dat is eigenlijk ook het eindpunt waarop er functioneel zenuwherstel gaat zijn. Stel dat je de knip doet hierboven in de arm, dan moet die zenuw volledig teruggroeien tot in de vingers. Zolang de schade aan onze perifere zenuwen niet te groot is, kunnen die dankzij de schwancellen zonder hulp herstellen. Maar bij een zwaar ongeval, zoals een auto-ongeluk, is de wonde vaak te groot voor die cellen om het alleen op te lossen. Dus wat we dan doen, en wat de gouden standaard eigenlijk is in de kliniek, is dat we een zenuw gaan nemen op een andere plaats in het lichaam en die daar dan in de plaats wordt gezet. Maar het probleem is dus dat we een stukje zenuw op een andere plaats moeten wegnemen, waardoor we daar ook een verlies van functie gaan hebben. Dus eigenlijk is dat niet ideaal. Dus wij proberen nu experimenteel daar een oplossing voor te vinden door kunstbuisjes te gaan gebruiken in combinatie met stamceltherapie. Stamcellen, dat zijn een soort babycellen. Cellen die nog alles kunnen worden. En die zitten op verschillende plaatsen in het lichaam. Wij halen onze stamcellen uit tanden. De stamcellen in de tanden kunnen makkelijk omgevormd worden tot schwancellen. En dat is ons al gelukt natuurlijk, anders zou ik dat hier nu niet vertellen. En die stamcellen die gaan we gebruiken in combinatie met onze kunststofbuisjes. Dus we gaan een zenuwconstruct zelf gaan maken, gaan kweken in het lab. En eens dat klaar is, dan is het eigenlijk een theorie, want dat is iets wat nog niet klinisch toepasbaar is. Het is momenteel nog altijd experimenteel. Maar in theorie zouden we stamcellen kunnen nemen van de patiënt. We gaan die gaan omvormen tot schwancellen. We gaan die in dit soort buisjes steken, opkweken en dan naar de kliniek gaan om dan in een zenuwdefect gaan steken om dat terug te gaan herstellen. Maar wat Tim nu al wel weet, is dat het sowieso niet gaat werken als je je nek breekt of een andere wonde hebt aan je centrale zenuwstelsel. Daar zitten geen schwancellen die myeline kunnen aanmaken om de zenuw te herstellen. Ons centraal zenuwstelsel is een belangrijk communicatiekanaal. En zoals ik in het begin al zei, er treedt eigenlijk heel weinig herstel op, waardoor er meer kans is op blijvende verlamming. Dus best voorzichtig zijn met onze hersenen en ons ruggenmerg en alles wat daar in de buurt ligt. Maar je zenuwstelsel kan niet alleen kapot door te vallen of andere ongevallen. Het kan ook kapot gaan door ziektes, zoals multiple sclerose of Charcot-Marie-Tooth. En naar dat laatste doet Tim onderzoek. Wij in onze groep focussen op de ziekte Charcot-Marie-Tooth. Dat is misschien iets minder bekend voor iedereen, maar die komt toch 1 op 2500 voor wereldwijd. Het is een erfelijke ziekte van het perifere zenuwstelsel. Die patiënten worden meestal gekenmerkt door verlies van kracht, van gevoel, ook misvorming aan de voeten, zoals holvoeten en hamertenen, kunnen die ontwikkelen. Momenteel zijn er meer dan 120 genen gekend die gelinkt zijn aan een vorm van CMT. Wij proberen het ziektemechanisme van die ziekte te ontrafelen, maar ook bepaalde therapieën te testen. Nu, het probleem bij die ziekte is eigenlijk dat tot op heden, de ziekte is al meer dan 140 jaar gekend, er is nog altijd geen therapie beschikbaar voor deze ziekte. Dus eigenlijk kun je die tandstamcellen, waar ik het eerder over had. We gaan die nu van patiënten kunnen isoleren. Momenteel hebben we van 10 verschillende patiënten, CMT-patiënten, tanden gekregen en hebben we tandstamcellen kunnen isoleren, die we dan kunnen omvormen naar schwancellen. En dat laat ons eigenlijk toe om in een kleine kweekschaal in het labo ziektemechanismen te gaan bestuderen, heel specifiek voor die patiënt. Momenteel gebruiken we die cellen van die patiënten om de ziekte te modelleren en te onderzoeken. Hopelijk op langere termijn kunnen we ooit de dingen die we dan vinden in onze modellen gaan vertalen naar de kliniek en een therapie vinden voor CMT-patiënten. Wij duimen alvast mee voor zijn onderzoek. En ik onthoud vooral, best niet op mijn rug of op mijn nek vallen, want als er daar een zenuw beschadigd wordt, dan kan die niet zo makkelijk vanzelf herstellen. Dag Tim. Nee, durf niet.